Adriaan Aarts heeft een ontzettende passie voor kerst. Dan kan hij namelijk zijn huis helemaal versieren met de mooiste bewegende kerstversieringen. Is het kunst of is het kitsch? Gezellig is het in ieder geval wel. Vier jaar geleden ben ik begonnen met een kleine pub aan te schaffen en een paar kleine boompjes erbij. En nu ben ik 4 jaar verder en nu staat er inmiddels een heel dorp. Dus het is een beetje een uit de hand gelopen hobby. Ik heb gelezen dat u spieratrofie heeft, waardoor u uw armen en benen niet goed kunt gebruiken. Hoe heeft u het dorp dan opgebouwd? Een nichtje van mij met haar man. Die hebben dus ook een groot kerstdorp en die helpen mij ieder jaar mee met het opzetten van het dorp. Zelf kan ik het inderdaad niet. Maar ik kan wel bedenken wat ik een beetje waar wil hebben staan en hoe de indeling globaal is. En dan zetten we met z'n drieën eigenlijk neer. Zij zijn wel meer uitvoerend en ik ben dan meer van het van een beetje dit daar inzetten, daar zus neerzetten. En het verzamelen van de spulletjes. Dus de huisjes en de treintjes en de lampjes en de boompjes. En naar het tuincentra via internet zoeken, zodat ik het allemaal bij elkaar heb. En dan organiseer ik het meestal en dan wordt het zo neergezet. Dit jaar zijn we begonnen op 9 november, was op een vrijdag. En hebben we vrijdag en zaterdag en zondag gebouwd. En in de week ervoor heb ik mijn woning leeg laten ruimen door mijn hulp. Alle spullen die bij mijn moeder gestald staan, hier naartoe gehaald, alles uitgepakt. Dus de voorbereidingen daarvoor getroffen. En zodoende hebben we in 3 dagen tijd alles op kunnen bouwen. Hij wordt ieder jaar ook een beetje groter. En daarnaast probeer ik ook een beetje wisselen in het opstellen van de elementen, van de spullen te doen. Vorig jaar stond bijvoorbeeld het kermisgedeelte voor de raam. Nu is mijn trein een stuk groter geworden. Vorig jaar een cirkeltje, een rondje eigenlijk. En nu heeft hij echt een baan van 8 meter, dus dat is weer uitgebreid. Er zijn wat dingen bijgekomen. Dus ieder jaar wordt hij ook groter, dus dan wordt de opstelling natuurlijk ook weer anders. Wat is nou de nieuwste aanwinst in het dorp? Ik heb een chocoladefabriekje en ik heb een cacao cup kermis attractie. Een ijsbaan zit erbij, een theatertje, de trein die groter is geworden dan vorig jaar. Ja, verschillende poppetjes, een boerderijtafereel is verwerkt. Dus er zitten echt wel veel elementen in die nieuw zijn dan vorig jaar. Vaak kom je gewoon iets tegen op een tuincentrum van hey, dat is leuk en dat past er wel bij. Het is echt zoeken van dat het ook een beetje in de sfeer blijft van het geheel. Niet dat het een losbandig iets wordt. Het moet wel in een bepaalde stijl blijven bestaan. En probeert u er nog een bepaald thema aan te hangen? Ja, dat wel. Ik ben al een anglofiel. Ik hou heel erg veel van Engeland. En dus het heeft allemaal een Victoriaanse stijl. Het heeft allemaal een Engels karakter. En dat kun je ook zien terug. Dat kun je terugzien in de hele opstelling. Het zijn allemaal elementen, tafereeltjes die met het oud-Engelse leven te maken hebben. Hoe die liefde van Engeland komt, die heb ik al langer dan dit kerstdorp hier staat. Dus langer dan 4 jaar. Ik ben vroeger heel vaak naar Engeland gegaan. En nog steeds probeer zo 1-2 keer per jaar naar Engeland te gaan op vakantie. En daar ligt ook mijn liefde. Ik vind het een heel mooi land. Je kunt er heel veel doen, heel veel te zien, heel veel geschiedenis. Je bent er in korte tijd, superleuk. Dus ik vind het een fijn land om naartoe te gaan. Het dorp is goed te zien vanuit buiten, door het raam. Krijgt u nou veel reacties? Komen er nou veel mensen kijken? Ja, heel veel. Ja, gewoon in de tuinstraat. Het is een vrij drukke straat. En de gordijnen blijven tot een uur of 6, 6:30 s'avonds open. En vanaf 4 uur wordt het al donker. En dan gaan die lampjes een beetje buiten nog meer lichtjes geven. En dan komen echt mensen voor de raam kijken. En die vinden het echt leuk. Duimpje omhoog. Dat ze het leuk vinden. Dat ze van genieten. Kindjes kijken onder de plakplastic door. En zijn niet weg te trekken door de vaders en de moeders. Dus ja, de reacties zijn wel echt heel leuk en daar vind ik ook wel leuk om te zien en te doen daarvoor. Dus volgend jaar komt het dorp er weer? Ja, proberen eigenlijk een beetje voor Tilburg een vastigheid te bieden in de tuinstraat. Een diorama van een kersttafereel in Engelse stijl. Dus volgend jaar weer.